En je hebt de verschillende mogelijkheden. Wat heb je in jouw keuken? Wel, ik moet gaan kijken naar de tijd. Hoeveel tijd heb ik? Welke materialen heb ik? Misschien ben je een beginnende leerkracht en heb je alleen maar een microgolf die je van je kot hebt meegebracht. Ja, dan gaat het moeilijk zijn om daarin te gaan bakken. Je kunt dat wel proberen, maar dan gaat er misschien wel eens iets ontploffen. Hoe kan jij jouw eigen recepten daar gaan van maken? Jouw eigen ingrediënten gaan insteken. Kijk, en laat ik me beginnen met het allereerste. Onze grootste vijand. Tijd. Als leerkrachten hebben we nooit tijd. Of nooit tijd genoeg. Als er iemand weet hoe we van 24 uur 25 uur kunnen maken, super. Maar zelfs dan weet ik nog wel een ongelooflijk aantal manieren om dat uur in te vullen. En dat is zoals vandaag, hè. Vandaag heb je ook keuzes moeten maken. Ik dank u om hier te komen zitten vandaag. En ik wil u nog wel wat actiever aan de gang. Trouwens, wat ik nog vergeten te zeggen was, als je wilt twitteren, zie die gele kaartjes liggen. Dat is een klein spel dat we spelen. Neem dat kaartje mee achteraf. Wat ik daarmee doe is het vieren van goede momenten op school. En daar kom ik straks wel even op terug. Maar als je de hashtag ziet, en je ziet dat hier de komende dagen ergens, neem een foto met die hashtag. @JoyPL of #JoyPL erbij en dan ben je vertrokken. Rond de tijd, en ik haalde het al aan, een nascholing hoeft geen 3 uur te duren. Wat als ik maar 5 minuten heb? Wat zou jij doen als je maar 5 minuten hebt? Mag ik eens heel vlug vragen bij jullie op school. Welke toestellen heb je bijvoorbeeld aangekocht als ICT-coördinator? Actieve borden? PC's? iPads, een beetje van alles, zo te horen. Oké, kijk, dat zijn gegevens die daar zijn. Daar kunnen we met werken. Maar ook papier. Dit is bijvoorbeeld zoiets wat wij doen als wij ontbijtsessies doen. Op deze ontbijtsessie staan een aantal vragen om het gesprek te starten. Zeker als je met nieuwe leerkrachten zou werken, is dat moeilijk om je zelf voorstellen. Dus andere manieren, wat gebruik je? En dat zijn de materialen die je hebt. Als jij actieve borden hebt, ja, gebruik die dan ook. Op zijn best mogelijk. Ja. Ga daar niet met een pen gewoon op schrijven, omdat jij halstarrig met een flipchart wilt blijven werken. En hoe ondersteun je mensen daarin? Wat zijn jouw ingrediënten? Dat is waar jij het een beetje pikanter kan maken, of een beetje flauwer kan maken. Ik zou je nascholing niet flauw willen maken. En zeker niet de flauwe plezante willen uithangen. Maar wat kan jij doen waar jij jouw eigen invloed in hebt? En ik weet niet of jij... Ik heb zo van mijn grootmoeder een kookboek, de Boerinnenbond kookboek, geërfd. In dat kookboek zitten allerlei papiertjes en zaken die aangepast zijn. Waarom? Ze heeft dat uitgeprobeerd. Die smaak was niet goed. Ze zegt, oh, hier moet meer zout bij. Of hier moet een bouillonblokje. Er zijn allerlei mogelijkheden en dat is wat jij hier bij jouw nascholing gaat doen. Even nadenken over hoe krijg ik mensen naar mijn nascholing. Er is sociale media. Misschien maak ik een klein filmpje of stuur ik een e-mail al op voorhand met, heel simpel, hè? Dit zijn de zaken die ik wil dat jij gaat downloaden. Als jij een sessie gaat volgen over presentaties maken, ja, ze komen aan met een laptop en daar staat geen PowerPoint op, dan verliest die lesgever al minstens een half uur. Nu proberen 20 mensen dat allemaal te downloaden. Actief moet zijn. Nascholing dat praktisch is en wat ik ook gewoon morgen kan gebruiken. Liefst van al die. Maar ik wil dan geen, en dat zijn workshops die ik heb zien gebeuren, app-roulette. Of een happy hour waarbij er 60 nieuwe apps in 60 minuten op mij afkomen. Wauw, hoeveel onthoud ik er daarvan? Waarschijnlijk die derde, want die leek wel leuk. En dan ben ik daarmee beginnen spelen. Die heeft me dan afgeleid. Dan ben ik Candy Crush beginnen spelen. En weet ik eigenlijk niet meer wat er daarna gezegd is. Ik probeer dat te minimaliseren.
noemde dat The Joy of Professional Learning, gebaseerd op een kookboek, The Joy of Cooking. Het is een Engelstalig project, omdat wij in 2016 zijn samengekomen op een conferentie, een beetje zo'n evenement als dit, in Berlijn, met een groep van over heel de wereld. En 8 van ons hebben gezegd, kijk, we zijn dat beu van altijd naar een presentatie te moeten gaan luisteren en in een workshop te moeten gaan zitten. En er moeten toch andere manieren zijn om dat te gaan doen. Ik was blij dat hier ook een e-mail kwam die zei, hey, de sessie rond Escape Room is zo druk bezocht dat we die nog eens gaan doen. Prima, dat is een organisatie die luistert naar de vraag van degene die hier willen komen leren. En van die zaken, van die recepten, hebben wij dan ook in een eerste boek gestoken. We hadden een brainstorm en uit die brainstorm kwamen een 75-tal verschillende manieren, zoals een teach meet er eentje is. We horen allerlei verschillende zaken die doorgaan. En dit is 12 receptjes waar je moet samenwerken. Minstens met 2 moet je aan jouw recept aan de slag gaan. Een klein beetje over het team. Wij zijn een beetje van overal, zoals ik al zei. Uit België, Nederland, Zweden. En dan zijn er mensen aan de oost- en aan de westkust in Amerika. Die meer aan meedoen. En hier zijn een aantal van onze gezichten. En samen hebben we meer dan 100 jaar ervaring in de verschillende lagen. Van kleuter tot, dat klinkt goed hè, meer dan 100. Dat is positief. om dan iets te zeggen, Camilla is bijvoorbeeld juist op pensioen gegaan, dus die neemt ongeveer al de helft van die 100 jaar voor zich. dit is dat een van die boeken. Hoe ziet nu zo'n boek eruit? Wel, ik wil je dat heel eventjes laten zien. Ingedeeld op de tijd, minuten, als ik minuten heb, zal ik een aantal uren heb. Dan ga je naar die recepten, dus een titel, een korte beschrijving, de ingrediënten die je nodig hebt. En dan, dat zijn korte verhalen van mensen die dat uitgeprobeerd hebben en zeggen, dit werkt of dit werkt niet. En dan de stapjes. Om daarna te komen tot de leeromgeving, want die is voor mij ook superbelangrijk. De fysieke omgeving waar je dit in gaat laten plaatsvinden. En je ziet dat de recepten zijn altijd hetzelfde, dus op een gegeven moment moet je er ook niet meer over nadenken. Een aantal extra bronnen achteraan, tot een actieve conferentiebouwer. Een soort van Bob de Bouwer achteraan in het boek, waarbij je de recepten kan gaan mixen. Hier zijn de gasten, en als ik zo zei, ik denk dat Ronald zodanig gaat verschijnen, om je een idee te geven van waar ze komen. Er zijn een aantal uit Canada, Mexico, Amerika, België, Tsjechoslowakije, ja, daar... Tsjechië, sorry. Daar zit ook weer zo'n event generator in. En daar kan je, zoals bij het Rad van Fortuin, eens eventjes gaan spinnen en kijken, verras mij eens met welk recept. Wat ga ik vandaag maken? Dat is de eerste vraag die ik gisteren kreeg toen ik landde. Toen zei mijn ma, wat wil jij morgen eten? Verras mij maar. Hier zie je ook weer dezelfde techniek, dezelfde verhalen die gaan terugkomen en de bronnen. Om dan achteraf ook eens te vragen van deel dat met ons, zodat ook meerdere mensen daarvan kunnen genieten. Voor de leidinggevende is het net iets anders. Daar gaan we kijken naar wat kun je dagelijks doen of in een bepaalde periode of het hele jaar door. Die vergadertechniek, dat is die stand-up, die zie je daarin. Dus waarbij je recht staat en een korte 15 minuten vergadering doet. Na 15 minuten is die ook gedaan. Mensen weten dat ook. Iedereen is daarbij betrokken. ICT-coördinator is daarbij, zodat als je klachten hebt over de internetverbinding die niet werkt, dat die persoon dat niet moet weten de volgende keer als die eens daar komt en dan daar een hele dag aan moet spenderen, waarbij iedereen al heel slecht gezind was op die persoon. En als die dat niet weet, dan kan hij daar niks aan doen. Dat is toch waar? Ik wilde graag een casino van leren maken. En dat is dan uiteindelijk ook gelukt, waarbij er in dat casino, en daar heb je die kaartjes ook voor, die kaartjes die je hier ziet, dat is van een hashtag-spel. Dat noemt ook de hashtag game. Wat doe jij? Ziet uw collega iets goed doen en op dat kaartje staat bijvoorbeeld actief leren. Hashtag actief leren. Je had dat kaartje recht. Pakt u een telefoon of uw tablet. Maakt daar een foto van en je gaat dat delen. Vraag wel eerst aan uw collega of die foto online mag. Maar je kan dat ook delen tussendoor. Maar om daar eens even de nadruk op te leggen. Dat heb ik wel geleerd. Wij zijn heel vaak met heel goede zaken bezig. Maar we zijn te bescheiden.
En in een schoolomgeving moeten we, zeker in die eerste fase, als jij met verandering bezig bent, die verandering ook gaan vieren en zeggen, hier zijn daar resultaten van. Want ja, het is makkelijk om te zeggen, maar ik zie dat toch nergens niet gebeuren. Weet je wat, we gaan ermee stoppen. Niemand gebruikt die borden. Het enige wat ik nog moet doen is de lamp vervangen. Volgende keer gaan we daar niks meer mee doen. Ah, bent daar ooit mee begonnen? Dus, hoe zit dat in de schoolvisie? Hier zijn van die spelborden die daar dan uit voort zijn gekomen. Ik wilde een eigen spelbord maken. Omdat bijvoorbeeld een aantal van de leerkrachten zijn Microsoft Innovative Teachers. Hoe krijgen we die daar dan door? Of Google Educators. Of Apple heeft ze Apple Distinguished Educators. Wel, er zijn allerlei manieren om daar door te gaan. Wat is het leuke van een bordspel? Dit lijkt verdacht veel op Monopoly. Iedereen kent die spelregels. Je komt op een vakje en jij gaat samen met een collega aan de slag. Ben jij een wildcard, dan ga je eens kijken buiten jouw vakdomein. Met wie kan ik samenwerken? Wil je het braafjes doen, dan zeg je, ik ben een innovator, ik ben innovatief. Ik ga binnen mijn werkgroep of binnen mijn graad, of zelfs binnen mijn klas met mijn parallel leerkracht aan de slag. Op een speelse manier, iets wat je het hele jaar door kan doen. Zo is dat casino aan de slag gegaan. Wat had ik nodig? Een kaartspel, een bordspel. Ik had zelfs een rad waar je ging aandraaien. Dan moest je kleine activiteiten gaan doen om dat dan te gaan promoten. We zijn blijven gaan. En met de hele roep daar. We moeten meer gaan coderen. We moeten het meer hebben over programmeren. Want ze hebben developers nodig. Oké, goed. Wat kunnen wij dan doen? Wel, we hebben een app gemaakt. En dat zijn twee Engelstalige leerkrachten. Wel, het zijn twee Spanjaarden die Engels geven. En die zich nu een programma Everyone Can Code hebben machtig gemaakt. En dankzij dat heb ik in een presentatiepakketje Keynote een app ontwikkeld. Zij hebben de code geschreven. En nu kan jij deze app downloaden, gratis downloaden. En dan zelf door de recepten gaan om jouw eigen pedagogische studiedag gaan samen te stellen. En je zegt, oh, dat was een leuk recept. Ik ga daar een favoriet van maken. Op een gegeven moment heb je een aantal receptjes. Dus de volgende keer als wij een 7-gangen diner hebben, dan zitten daar mijn aperitiefjes in. Mijn amuse-gueule en de soep en een hoofdgerecht en een dessert. Dat zit er allemaal in. En op die manier kan je dat een beetje gaan bekijken. En ik zal je een aantal van die voorbeelden ook laten zien. Dit is iets wat heel veel aandacht heeft gekregen. Dat noemen we, als ik het letterlijk vertaal, speeltuin. Wat is de speeltuin? Wel, er zijn een aantal tafels. En op die tafels zijn activiteiten te doen. En jij kan daar gaan spelen. Er is iemand die daar iets over weet. Iemand die iets te delen heeft, die dat geprobeerd heeft in zijn klas. En die jou daar probeert voor warm te maken. Die kan jou ook één op één gaan ondersteunen. En dat is wat je hier ziet. Dit zijn een aantal leerkrachten. Erica in het geel is een muziekleerkracht die in een kleuterschool werkt. En die laat daar zien aan Brian wat er mogelijk is met technologie om muziekonderwijs in de niet creatieve vakken. Of ik zal niet creatief zeggen, maar het is geen kunstacademie. Ja? Waar kan ik dit gaan gebruiken in elke les? En dat ga je dan zo op een playground. Op een playground kan je ook zelf jouw tijd gaan kiezen. Wij hebben nu dit jaar gezien dat mensen gemiddeld 42 minuten blijven hangen. 42 minuten, geconcentreerd. En ik kan zelf kiezen, naar die tafel wil ik niet. Dit, en ik denk dat die sessie nog wel eens herhaald wordt hier. Quest room, escape room, breakout, noem het zoals je wil. Jij wordt opgesloten in een ruimte. Als leerkracht kies je het onderwerp. En aan de hand van een aantal puzzels en raadsels, en daar kunnen uw werkblaadjes en boekjes perfect bij te pas komen, hè? Maar het is niet de enige oplossing. Moet je een aantal sloten gaan ontgrendelen en leren zij op een speelse manier jouw heel stukje. Noem dat een themaboekje of een werkboekje, maar je moet het niet allemaal invullen. Je krijgt ongeveer een uur de tijd, een lesuur de tijd, om uit de klas te breken. Dat is iets een andere manier om dat te doen. En dan iets wat we dit weekend gedaan hebben, om op creativiteit te focussen. Dat is een gym. En daar kan je leren hoe tekenen, of een iPad in dit geval, jou kan gaan helpen creatief te zijn binnen biologie, binnen chemie, binnen talen, binnen wiskunde, binnen allerlei vakken. Tekenen is één, video is een ander.
Muziek is er ook een onderdeel van. Dat is ook weer een gratis boekje dan met een aantal activiteiten die het hebben meer over creativiteit. Een van die activiteiten is: teken 30 cirkels op een blad papier en doe daar 30 verschillende zaken mee. Wat deed een van de leerlingen? Die zegt: oh, tof. En die ging daar helemaal rond. Die zette daar twee pootjes beneden aan en die maakte daar een vier op een rij van. Opgelost. Dus om te zien hoe die creativiteit aan de slag gaat. Nu, voor het volgende stukje heb ik jullie hulp heel even nodig. En ik ga dit aan. Is er iemand die zegt: ik mag niet op een foto? Als je op een Apple-toestel zit, dan is dit de rechtstreekse code die jou naar de boekenwinkel brengt. Er zijn 10 boeken. Ze zijn allemaal gratis. Neem een foto dus noods voor achteraf. En ik heb ook deze bronnen al gedeeld. Ik zal dat nog wel eens doen. Voor de niet-Apple-toestellen. Er zijn PDF's beschikbaar. Wij hadden ook een versie in de Amazon-winkel staan voor op Kindle. Amazon, voor de een of andere reden, zet onze boeken altijd op $3. Elke maand was dat een vlammende e-mail. Dus wat hebben we nu gedaan? Omdat wij die PDF's hebben, hebben we met Book Creator samengewerkt. Of zijn we aan het samenwerken en zijn we die boeken aan het omzetten, zodat je ze ook digitaal online kan lezen. Die link zal ik achteraf delen. Die zit hier nog niet in, omdat dat iets is wat recent is gebeurd. Er zijn gesprekken en Bram zei mij: hey Kurt, ik wil desnoods die boeken wel vertalen in het Nederlands. Dat die ook in het Nederlands beschikbaar zijn. Okay. Prima, dan kunnen we nu aan de slag met het koken. Dat voor mij is het einde van dit verhaal. Nu, we hebben nog een aantal minuten. En ik wil jullie, we zijn op een beurs waar innovatie en ICT, als je geen tijd meer hebt, mag je doorgaan. Maar, ik heb daar straks gezegd, het belangrijkste moment is: hoe kunnen wij reflecteren op wat we geleerd hebben? Ik ga je al aan de gang zetten. En we hebben tegenwoordig toestelletjes aan ons hangen die zeggen dat we moeten rechtstaan. Of dat we meer actief moeten zijn. Wel, dan wil ik dat ook eventjes gaan proberen. Als je niet meer kan blijven, scan de code. En dit is een Flipgrid. Dit is iets wat Microsoft gebruikt, waarbij je een vraag kan stellen en dan met een app of op je pc ook gewoon de video kan opnemen en kan gaan antwoorden. En dan kan je de feedback opnemen wanneer je wil. Als je in de zaal bent, maak gebruik van het feit dat we hier toch fysiek zijn. En een aantal mensen zie je al wel eens op Twitter of op Facebook, maar die zijn ook hier. Zoek je een partner, sta recht. Hier zijn de volgende 3 vragen. En ik ga, als je de microfoon wil gebruiken, ga ik hem rondgeven. Moest ik die smijten, man? Gewoon het publiek in, Bram, klaar. Zien of ik dat nog kan. Alsjeblieft. Kijk, hier is mijn eerste vraag voor u. En dit gaat niet over deze sessie alleen, hè. Wat heb je vandaag gezien dat jouw hartslag de hoogte heeft ingejaagd? Ik kan misschien dat je zegt: potverdorie, zijn ze nu nog altijd bezig met die digitale borden? En dat ik letterlijk gewoon naast een leerling gaan zitten ben en geluisterd heb naar hoe zij werken en die dat zelf kon vertellen. Super. Voor fantastisch. En dat is wat we willen, hè. Hey, dankjewel om de hele tijd te blijven. Ik hoop dat het interessant was. Zeg. Oké, hey, nog iemand iets anders? Een ander moment dat je wilt delen? Nee? Het is intimiderend, hè, een micro onder je neus. Oeh, ik moet iets zeggen. De M&M's. De M&M's. Yes. Als je iets hebt bijgeleerd van mij, is het bij Kurt kan je altijd M&M's. Ik zal u daar het verhaal achter vertellen. Hè. Ik ben een workshop gaan volgen en daar hadden ze over het feit, en dat doe ik ook als ik zelf iets wil maken nu, dat je moet nadenken over alle zintuigen gebruiken. Nu, hoe kan je alle zintuigen gebruiken als je een presentatie gaat doen? Audio en video, dat is gemakkelijk. Mensen kunnen horen, kunnen kijken, maar hoe zit het met, kan ik je ook iets voelen? Wat voor een gevoel wil je dat je leerlingen hebben als ze de zaal verlaten? Of je klas verlaten? Daar spreken we vaak niet over. Als dat een slecht gevoel is als zij buiten gaan, ja, waarom zouden ze dan de volgende keer terug moeten komen? Omdat er schoolplicht is.
Maar ik zie op andere plaatsen dat dat heel fel, en er zijn heel veel ouders die hun privéscholen beginnen op te richten. Voor de leerkracht is dat op een bepaald moment beter, want dan wordt je ook beter betaald. Maar dat kan toch niet het gevolg zijn, dat we allemaal op een eilandje onze eigen gedachten van school gaan oprichten. Dus ook de smaak moet daarbij inzitten en zo probeer ik al die ingrediënten samen te brengen, zeker als we het over koken hebben. Dus vandaar de M&M's. Weet je nog wat het verhaal achter de M&M's was? Oké, hoeveel M&M's heb je genomen? 2, welke kleuren? Kijk, dat heeft ze wel onthouden. Een volgende vraag die hierbij komt is, je hebt zo van die ringen, hè, die ze zeggen van die moet sluiten. Heb je recht gestaan? Heb je 300 calorieën verbrand? Mijn ma wil zo weten, zit ik aan mijn 10.000 stappen? Wat als dat nu leren is? Soms zie ik dat, hè, dan vergeet ik recht te staan. En dan word ik daarmee geconfronteerd. Dank Bjorn. Ik heb niks gedaan. Ik denk als dat was, ik heb vandaag niks bijgeleerd. Potverdorie, dan moet ik morgen misschien 2 keer zo hard iets gaan doen. En dat kan zijn van een simpel, eens naar een boek luisteren of een interessant artikel online lezen of een filmpje bekijken. Dat hoeft niet elke dag een workout te zijn van 3 uur workshop. Ja? Dus hoe kan jij jouw leerring gaan volledigen? Zodat je elke dag in een gezond leerpatroon komt. Zodat leren niet iets is. Wij zijn op dat gebied in principe de meesters en juffen. Wij moeten het goede voorbeeld geven. En als wij niet meer de honger hebben om te leren, en we hebben daar een mooi woord voor, en hier kan ik dat vandaag gebruiken, de goesting voor hebben. Als die goesting weg is, hoe gaat dat dan op onze leerlingen overkrijgen? De laatste vraag die ik voor jullie heb is, wat neem je mee van vandaag, buiten nog een paar M&M's, wat jouw beloning is? Je zegt, yes, dat heb ik bijgeleerd. Dat gaat niet mijn leven veranderen, maar ik ga dat morgen toch wel eens uitproberen. Of volgende week, of misschien na een nieuw jaar. Dus deel dat nog eventjes. En ik dank jullie alvast om langs te komen. Ik hoop dat het interessant was. Die kaartjes mocht je meenemen. Degene die blijven liggen, pak ik mee terug. Dank je wel voor te komen. En amuseer u nog op de rest van deze beurs.